Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kip. Het is even geleden, want Kip is een paar weekjes ziek geweest. Dat is ook de reden waarom er eventjes geen nieuwe Kip-video's geplaatst zijn. We wouden eerst dat Kip er even helemaal bovenop kwam voordat we haar weer gingen belasten met wat trainingen. In deze video gaan wij het nieuwe lijntje introduceren. Dit is een lijntje met een open eind, dus hier zit geen lus aan de achterkant. Dus ze kan nergens achter blijven hangen. Kip is natuurlijk nog steeds een hele jonge hond en begint steeds vaker heen en weer te rennen en verder van je af te lopen. Ze luistert wel, maar luisteren is wel een optie geworden. Het is niet meer dat ze direct reageert. Zo'n lijn met een open eind werkt echt op twee manieren heel erg goed. Het eerste positieve vind ik dat je je hond nu sneller bij de lijn kan pakken. Als je hond losloopt in een losloopgebied, ben je toch vaak aan het roepen en misschien je stem aan het verheffen als ze niet luistert. Maar met die lijn is dat helemaal niet meer nodig. Je roept er één keer. En het tweede positieve is in de tijd waar we nu in leven, in deze coronatijd. Zo'n jonge hond is en blijft natuurlijk een blij ei en gaat naar iedereen toe lopen en wil graag aandacht van alles en iedereen. Maar soms wil je ook gewoon dat de hond weer terug bij jou komt. En als hij dat niet wil, moet je toch vaak binnen die anderhalve meter komen van de persoon. Dat hoeft dus niet meer met zo'n lijn. Je kan gewoon op 5 meter afstand, of hoe lang je lijn ook is, de lijn van de vloer afpakken en de hond gewoon naar je toe halen. Zo'n lijn is natuurlijk nooit een strafmiddel. Dus met naar je toe halen betekent bij mij dat ik heel zachtjes een rukje geef aan het lijntje, zodat ze zelf bepaalt dat ze naar me toe gaat lopen. En niet dat ik haar binnentrek alsof ik een vis aan de haak heb. Maar nu even over het lijntje zelf. Ik heb hier zelf een lijntje van 5 meter aangedaan. Die reflecteert, dus ook in het donker is deze gewoon goed te zien. Kip moest er natuurlijk wel heel erg aan wennen, want ze sleept iets met zich mee. Het is niet het gewicht wat het triggert, maar het is meer het geluid. Het ritselt namelijk wel door de blaadjes. Op zich is dit niet erg. Weet je moet hier gewoon geen aandacht aan geven en dan vindt ze het gewoon allemaal prima. Maar elk begin is natuurlijk spannend. En wanneer Kip gewend is aan het lijntje, gaan we natuurlijk gewoon weer door met de training. Want dit is natuurlijk ook weer een nieuwe ervaring voor haar, dus we gaan weer opnieuw beginnen met de simpele training. Hier roepen we er gewoon beide, dus ze rent gewoon keihard naar mevrouw toe. Zometeen ga ik het fluitje weer doen. Ik fluit erop en ze komt weer keihard naar me toe rennen. Het lijntje maakt er helemaal niks uit. Ze rent gewoon lekker naar me toe en gaat keurig zitten. Het enige waar je echt goed voor moet opletten, is dat je zelf niet op het lijntje gaat staan. Eventjes een demo om te laten zien hoe lang die is. Wij hebben er eentje van 2, 3, 4, zeg maar 5 meter. En er zit geen lus aan, dus die kan je gewoon zo neergooien en laat je hond lekker rondlopen. Wanneer je er naartoe loopt, kan je kiezen uit twee mogelijkheden. Of je gaat er gewoon op staan, zodat de hond niet weg kan lopen, of je pakt hem gewoon op en je rolt het kabeltje gewoon even op. Simpel, makkelijk en het is zoveel minder gedoe. Dus eventjes de twee voordelen. Je kan er gewoon op gaan staan en voorzichtig je hond naar je toe halen. En het tweede is, je kan je heel goed aan je anderhalve meter afstand houden nu in deze coronatijd. Je pakt de lijn gewoon op en je kan je hond gewoon naar je toe begeleiden. Vond je deze video nou ook weer leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en deze video te liken. Kom maar. Dat is de andere hond. Zie je graag weer terug bij een nieuwe aflevering van Kip.